Amita Marianne Cruz Koch, One Team Semper Dei. Ik begon te werken dia 1 maart 2021 ku de afdeling van microbiologie in Lab Hoja. Mijn taak is diario te varia door dia door ku de afdeling van microbiologie ta consiste di 3 capas ku ta bacteriologie, serologie en moleculair. Anto eseta en sera ku nos usa diferente apparato na. Kuta ayuda nos detecta bacteria nang virus nang i parasit. Mi gusta ku mi trabota hopi varia e mi da hopi activo durante dia, de se dia tanto passa super lihe. Actualmente mi da beza ku preparacion pa accreditacion, se ta algo ku mi ti un vision e passion pe. I lo che mas mi gusta di mi trabota ku na final di dia mi sa ku e team ta hasi un trabau ku ta hopi importante ku ta contribui na e decision ku e doctor nanta tuma pa garantisa e saluti e pasiat. Ja, ze noemen je een schoolvoorbeeld van hoe je met mensen om moet gaan. En als ik eigenlijk lees wat ze allemaal over jou schrijven, denk ik, nou, je zou zo in het profiel van de voorzitter van de Raad van Bestuur kunnen. Dus als mijn baan ooit vrijkomt, schroom niet om te solliciteren. Behalve er staat iets over microbiologie. Ja, dat weet ik niet of dat nou echt handig is om dat te weten. Nos sta hopi contento con Marianne. Marianne ten un valor hopi grandi pa fundos team. Marianne ten vovo scherpi pa nos posigi matene nos bon calidad. Essa prijs dat algo comino averwag at all. Ik heb geen idee, geen sospecho. En dat is een dag normaal. Ik heb een meeting met de kwaliteit van functionaris en de arts-microbioloog. En de repente, een habitat van de wolf, vol mijn team adrenaline, dat surprise me. En in het moment, ik emotioneel me zo bij me. Ik heb geen idee, ik heb geen idee, ik heb geen idee. Papia dimi of conanta sinti dimi anto mira mi mama e mi pareja tambe drenta a emocionami ma sa hobi mes e ne momento e anche ma purba mi notato in palavra di grazie di cimento pa mi team e ainda mi da hobi agradecido e hobi orgoglioso di forma parte di un team cu da hasi su best or dia pa garantisa e cuido di e paciente e e qualità di laboratorio in Antengaripa. No sempre te.